En die samenwerking is al sinds de oprichting één van de basisprincipes van de Europese Unie. Samenwerking en vrede. Zodat nooit meer zou gebeuren wat zich hier een eeuw geleden heeft afgespeeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn deze idyllische Franse velden het toneel van massale slachtpartijen. Honderdduizenden jonge mannen vinden hier de dood. Maar niet allemaal in de strijd. Heel veel van de mensen die hier liggen zijn hoogstwaarschijnlijk niet gestorven aan granaten of aan kogels, maar aan de Spaanse griep. Over de oorlog en al die veldslagen wordt zoveel gezegd, hè, maar over dat er, ik weet niet hoeveel mensen eigenlijk aan de griep gestorven zijn. Heel weinig, hè. Historicus Pieter Serin is gespecialiseerd in beide wereldoorlogen. Hij deed ook onderzoek naar de Spaanse griep. De Amerikanen hebben het waarschijnlijk meegebracht. Ja, het is in Texas waarschijnlijk een kazerne geweest waar het er eerst verschijning is geweest. Alhoewel dat net zoals vandaag met het coronavirus niemand echt heel precies weet hoe het ontstaan is. Maar Spanje was het eerste land waar dat er iets verscheen over een mysterieuze nieuwe ziekte. En daardoor werd dat al heel snel de Spaanse griep genoemd. Hè. Tegen juli 1918 is de Spaanse griep in onze kom draaien. En maakt wel wat slachtoffers. In dagboeken lees je dat. Hè. Een stevige griep. Toch wel 5-6 dagen echt ziek. Hè. Maar in september, als dan uiteindelijk het geallieerde bevrijdingsoffensief zal beginnen, muteert dat virus. En wordt veel dodelijker, veel... Wordt heel agressief. Zo agressief dat het soms zelf was dat iemand in blakende gezondheid 's morgens opstond en 's avonds dood was. Net op het moment dat eindspel van die Eerste Wereldoorlog bezig is, lijkt het alsof de Duitsers wel nog eens een keer zouden kunnen winnen. En dan verspreidt die Spaanse griep zich. Maar hebben wij, ik bedoel de geallieerden, de Duitsers besmet? Hoogstwaarschijnlijk wel. Via krijgsgevangenen. Die dan eventueel vrijgelaten of ontsnapt. Of... Op een bepaald moment lag een groot deel van de troepen gewoon in het ziekenhuis met de griep. Nu, de vraag is, als die Spaanse griep er niet was geweest, had de oorlog dan anders gelopen? Dat vind ik een heel moeilijke. Maar die twee zijn wel heel hard verbonden. Ja. Tijdens zijn onderzoek naar de Spaanse griep vindt Pieter persoonlijke documenten van een aantal slachtoffers. Een van hen is Cleveland Hicks, een jonge Amerikaanse soldaat. Hij ligt hier begraven. Daar is hem. Deze gast, 1 september, komt hij naar Europa. Ja. 24 jaar. Dus het idee van de Amerikanen was om zo snel mogelijk op te rukken naar de Maas. Maar hij wordt ziek. Begin november. Niet neergeschoten? Nee, hij wordt gewoon ziek en hij komt in een groot veldhospitaal terecht, waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. En op 4 november, exact 1 week voor de wapenstilstand, sterft hij. Van de 100.000 Amerikaanse soldaten die sneuvelen in de Eerste Wereldoorlog, sterft bijna de helft aan de Spaanse griep. De moeder van Cleveland krijgt deze brief. Jouw jongen belandde hier omdat hij leed onder een zware aanval van influenza. De griep evolueerde naar een longontsteking en ondanks de goede zorgen van de verpleegsters en de dokters stierf hij om 7:20 in de ochtend van 4 november. Het is zwaar dat een dierbare zo ver van huis overlijdt. Je blijft overpeinzen hoe hij verzorgd werd en wie hem troostte. Voor mij is het een troost dat ik je kan verzekeren dat geen jongen ooit een bekwamere behandeling kreeg. En de verpleegsters en de dokters, net als de rest van ons, hielden van deze jongens en gaven hem alles wat ze nodig hadden. Uiteindelijk sterven er wereldwijd wellicht zo'n 50 miljoen mensen aan de Spaanse griep. In nog geen 2 jaar tijd.
In die tijd had je natuurlijk nog niet massatoerisme die vandaag een virus verspreidt. De oorlog heeft waarschijnlijk wel gemaakt dat het sneller verspreid is geraakt. Hè. Toen was dat met de grote massa... Ja, vluchtelingen, troepen, maar ook bijvoorbeeld met die bevrijdingsfeesten. Hè. Dus dat wapenstilstandsfeesten op 11 november. Dat politici beslissen, er moet een groot feest komen. En dat elke medicus zegt, ja, maar de Spaanse griep is volop aan het verspreiden. En 48 uur later zag de ziekenhuizen de toestroom. Dus dat is heel gelijkaardig. Hè. En de maatregelen die toen getroffen werden, waren dat dan, is dat vergelijkbaar? Ja. Met wat we nu kennen met op corona, zich... want als je de vergelijkt met nu... Op zich is je hebt de rationele maatregelen, van lockdowns tot de kleine quarantaines en zo verder. Mondmaskers, dat kennen ze allemaal. Mondmaskers, handen wassen. Dus eigenlijk staan we even ver als in 1918. En dat is wel straf. Natuurlijk, de wetenschap staat veel verder. We weten nu wat er gaande is. We weten hoe dat we dat kunnen bestrijden. Het vreemde is dat we weinig leren uit die oude pandemie. Our mind is designed in the way that we